Jurgen Verstrepen doet zijn oude partij het Vlaams Belang pijn. Hij is nu een stemmenconcurrent en hij legt een interne ruzie bloot. Zoals u weet, boterde het niet meer zo goed de laatste maanden tussen mij en de partij. Correctie, het boterde niet met de voorzitter van het Vlaams Belang, Frank van Hekke. Tot vandaag, moet ik eerlijk zijn in dit verhaal, heeft Philip de Winter en Gerolf Annemans in de moeilijke periodes binnen het Vlaams Belang hebben mij gesteund. En verdedigd. Ik vind eer wie eer toekomt. En ik zeg dan ook vandaag hier officieel in het bijzijn van iedereen, sorry Philip, sorry Gerolf, maar deze stap moest ik zetten. Waar is het fout gelopen? Daarvoor moeten we terug naar 2004, toen Jurgen Verstrepen en Marie-Rose Morel als verruimers met het Vlaams Belang de verkiezingen winnen en parlementslid worden. Omdat één persoon of twee personen, dat waren Philip de Winter en Gerolf Annemans, mij het vertrouwen hadden geschonken en ook in die periode hadden gezegd van kijk, er komt verruiming aan, vernieuwing, we moeten wel en we streven naar de Forza Flandria. Forza Flandria. Alle rechtse krachten bundelen en zo in juni 2007 naar de kiezer trekken. Dat was de ambitie. Ik wil ook nog een tipje van de sluier oplichten, ongeveer een paar maanden terug. Er is inderdaad het voorstel uitgegaan om een grotere alliantie te vormen, om een soort rechtse groepering te vormen naar de verkiezingen toe. Eventueel onder een ander naam. Ik besef dat de grote verdediger daarvan toen Philip de Winter was. Maar binnen het Vlaams Belang is er onenigheid over die strategie. Jurgen Verstrepen probeert begin dit jaar het project te redden en doet een opmerkelijk voorstel. Dat je een lijst, een open lijst creëert met een aantal mensen, zelfs met mensen van het Vlaams Belang daarin. Zelfs, ik zeg nu maar iets, met mensen à la Jean-Marie de Dekker daarin, liberalen of wat dan ook, die een rechtse frontvorming willen realiseren in Vlaanderen, maar die naast de lijst van het Vlaams Belang wordt gerealiseerd. Verstrepen speelde toen geen solo slim, blijkt nu. Laten we zeggen, er is over gediscussieerd. En op een bepaald moment heb ik gezegd van goed, ik lanceer de piste. Zo gaat dat in politiek. En dat was met instemming van de voorzitter? De voorzitter zat niet in de discussie. Nee. Met instemming van meneer De Winter? Ja, er was instemming. Er was freedom instemming. Of speech. Ja, freedom of speech, absoluut. Maar ik zeg het, er was instemming. Verstrepen geeft ook aan dat het Vlaams Belang na de tegenvallende gemeenteraadsverkiezingen niet goed meer weet welke koers varen. Het was niet eenduidig in welke richting dat het ook ging. Het was van links naar rechts. Het was een beetje een schommelende tanker. Hè? En bepaalde communicaties vond ik... Hoe moet ik dat zeggen? Een beetje te hard. Op zijn website vreest Verstrepen voor de toekomst van het Vlaams Belang. Hier en daar werden programma's aangepast, herschreven en aangepast, maar een tanker keren is blijkbaar niet zo makkelijk. En dat heb ik ook onderschat. Ik heb zelfs het gevoel dat de kerende tanker op de klippen aan het lopen is.